Welkom bij Kleurrijk Koken. In dit programma gaan we koken met Nijmegenaren met een migratieachtergrond. We gaan luisteren naar het verhaal achter het gerecht, de kookcultuur en het persoonlijke verhaal van onze gast. Ook leren we hoe we met seizoen en streekproducten een voedzame en vooral lekkere maaltijd klaarmaken. Vandaag is onze gast Filibor Stojković uit Servië. Ik ben Filibor Stojković. Ik ben 60 jaar oud en ik woon hier in Nijmegen. Ik kom uit voormalig Joegoslavië. Uit Belgrado kom ik. Beograd, hoe wij zeggen, witte stad. Vandaag gaan we knedelen maken. Dit is gerecht, zoete gerecht, nagerecht. Ik heb het vandaag gedaan met de droge pruimen en abrikozen. In deze tijd van het jaar hebben we niet verse pruimen, ja? Maar wij hebben nu droge pruimen. Je hebt de pruimen al in een warm water gezet, zodat het iets zachter wordt. Ja, iets vochtiger wordt. Maar met de abrikozen doen we dat niet. En ik zie ook dat je al de aardappeltjes hebt aardappelen heb gekookt. En gepureerd. Okay. En dan toevoegen wij een ei, echte boter. En dan ga je met de meel kneden. En dan maken wij een soort al klaar deze voor de knedelen deeg. Je mag het niet zeggen, maar het wordt een soort oliebolletje. Ja, het wordt oliebol, maar dat zullen jullie zien. Oké. Okay. Wat betekent knedelen? Knedelen, ja, het is zeg maar net zo dat ze zeggen een ronde bolletje. Bol. Oké, okay, ja. Rond. En dan noem je knedelen, omdat iets wordt. Kom maar, zal ik hem even. Ja. En dat is echt typisch iets Servisch of uit de hele Balkanregio? Ja, meer Servisch denk ik. Omdat ik heb geleerd van mijn moeder. Mijn moeder heb geleerd van haar moeder. Bij ons cultuur is veel brood eten. En veel vlees eten. We eten meestal middags om 2 uur, 3 uur warm eten. En dan kook je uitgebreid soep. En dan hebben we warm eten. En gebruiken we brood. Ja, dan doe ik een ei erbij. Kom, geef die maar aan mij. Alsjeblieft. Ja. Dan ga je er verder roeren. En nu doe je bloem in. Oké. Okay. Ja. Hoeveel? Klein beetje. Dat doe ik. In het begin een klein beetje doe ik eerst in een pan. Ja. Dan ga ik niet aardig smerig maken. En wat doet de bloem als je die bloem erin doet? Dan bindt hij. Bindt hij aardappelpuree met de. Met de bloem zeg maar aan elkaar. Ja. Nou, hebben in Belgrado hebben nou tegenwoordig maken ze alleen een restaurant waar hebben alleen knedelen kan je eten. Echt waar? Dus dat is echt een lekkernij die dat is lekkernij. Veel gegeten wordt. Ja. Maar je bent er nu lekker aan het kneden. Ja, lekker aan het kneden. En daarom heet het ook knedelen, hè? Daarom heet het. Precies. Ik ga nu bolletjes maken, hè? Balletjes. Nee, niet bolletjes maken. Nou, maken we zo. En dan pakken we abrikozen. Oké. Okay. Dan doen we met droge abrikozen. Servische keuken, ofwel keuken uit de Balkanregio, wordt vaak geassocieerd met lekkere goulashsoepen en stoofpotjes. Dat komt ook doordat de Servische keuken veel invloeden heeft van het vroegere Oostenrijks-Hongaarse Rijk, maar ook Oosterse invloeden van het vroegere Ottomaanse Rijk. Eigenlijk heeft de hele Balkanregio een zeer vruchtbare grond en is rijk aan allerlei groenten, fruit en andere natuurproducten. De lokale bevolking is van oudsher gewend hier volop gebruik van te maken. Het is nog steeds heel gebruikelijk dat met de jaarlijkse oogst iedereen een voorraad aanlegt en dat de families samen grote hoeveelheden van typische lokale gerechten en dranken bereiden. Je hoeft dus zeker niet op zoek naar de label biologisch in deze regio. Dat is zo'n beetje de standaard. Hé, maar jij bent best wel goed met balletjes en bolletjes, want je hebt heel lang gebasketbald, hè? Ik heb lang gebasketbald, dat klopt. Ja? Lang. Best wel hoog niveau ook volgens mij hier in Nijmegen. Nou, niet hoog niveau, maar het is studentenvereniging Trajan. Toevallig heb ik langs gefietst in de jaren 80 en langs het sportcentrum, oude sportcentrum heb ik. En toen zag ik jongens basketbal. Dacht ik even, ga ik even vragen of kan ik ook meedoen. En toen zeggen ze, ja, je mag best wel meedoen. Ja, je kent niemand, je leert Nederlandse taal. Zo ben ik ingerold. In basketbal. Ik heb basketbal bijna 25 jaar heb ik. En waarom heb ik gestopt? mijn knie was het probleem. Ja, ik heb te lang gesport misschien. Maar ja, dat is mijn liefde van basketbal. Jij bent natuurlijk in Belgrado geboren. Nee, ik ben niet in Belgrado geboren. Ik ben geboren in Dubrovnik. Mijn vader was in militaire dienst toen in de jaren 50. Oké. Okay.
na de Tweede Wereldoorlog is gebleven als militair. Ja? Heb hij gewerkt in voormalige Joegoslavië. En ik ben geboren in Dubrovnik. Een vriend heb hier gewoond in Nederland, in Nijmegen. Okay. En toen zei hij, Wellibor, willen een keertje langskomen. In die tijd mijn vrouw en haar beste vriendin vonden leuk volksdans. En die hadden besloten op vakantie te gaan naar Joegoslavië. Daar heb die vriendin van Thea leren kennen, een vriend van mij. En via via heb ik mijn vrouw leren kennen in Nijmegen. Daar ben ik haar nagekomen. Ik vond het leuk hier in Nederland. Inmiddels hebben we twee kinderen en hebben we vier kleinkinderen. Meestal bak ik pannenkoeken, want dat vinden ze lekkere, dunne Serbische pannenkoeken. We hebben hier een pan met kokend water. En je laat ze eigenlijk in principe in water koken in plaats van olie of iets anders. Ja, in kokende water. Ja. Op het moment dat de knedelen zijn klaar, die komen omhoog. Zelf omhoog, oké. Haal ik ze eruit. Ja. En dan zet ik in een warme pan. Oké. Met de olie, de paneelmeel, op de schuif en de suiker. Oké. En dan rollen wij knedelen. Nog eventjes in de olie. Oké. En paneelmeel. Oké, nou, mooi. Op de schuif. En een beetje suiker erbij. Ja. Suiker. In principe is dit al het suiker wat erbij komt, want je hebt natuurlijk niet in de bolletjes heb je niet suiker in gedaan of zo. Nee, dat doe je daarna. Ja. Als de knedelen klaar is, kan je altijd op smaak, iedereen kan op smaak iets, nog een beetje suiker iets bij meer doen. Toevoegen, suiker. Okay. Karamelliseert een beetje en dan bindt hij samen met de... Met de beschuit, zeg maar, met of paneelmeel, ja. Oké. Okay. Ja, nu komen de bolletjes echt omhoog. Dan komen de bolletjes omhoog, ja. Zie je, en dan halen we één voor één eruit. En dan ga je weer inrollen met de... Oh, je doet ze gelijk daarin? Ja. Oké. Okay. Zie je. Ja. Zo, rol je. Oké. Okay. Eén voor één. Kan ik ze ook uithalen en dan zet je ze op de schaal. Oké. Okay. Hoe lang woon je nou inmiddels hier? Ik woon hier bijna 37 jaar. Bijna 37 jaar? Ja. Oké. Okay. Altijd in Nijmegen gewoond? Altijd in Nijmegen. Nijmegen is een mooie stad. Ja. Ik hou van Nederland, maar ik hou van Servië. En dan is het een beetje dubbel. Weet je. Als ik in Servië ben, dan mis ik Nederland. Ben ik in Nederland, mis ik Servië. En met de oude, dat woord je iets ouder, dan mis je iets meer Servië. Weet je. Er is ook een periode geweest dat je niet terug kon. Hè? Dat was natuurlijk de jaren 90 met de oorlog. Jaren 90 met de oorlog, ja. Dat vind ik jammer dat zoiets gebeurt bij ons. Toen ben ik in 82 naar Nederland gekomen. Voor de oorlog eigenlijk. Wie had gedacht dat zouden wij als land, grote land, voormalig Joegoslavië, dat valt uit elkaar. Zo uit elkaar valt, hè? Ja. En heb je ook je persoonlijke familie verloren in de oorlog? Nee, dat heb ik niet. Nee. Ga je nog wel om met Bosniërs of andere groeperingen van voormalig Slavië? Ja, dat ga ik zeker, ja. Ja. Ik kijk mensen als mensen. Ik hoop dat iedereen is... Dat iedereen doet ze toch normaal en aardig. Dat is ook natuurlijk de enige manier om uiteindelijk met elkaar te kunnen samenleven, denk ja, ik. Ja, precies. En dat duurt wel even, maar je moet natuurlijk wel op een gegeven moment verder gaan in het leven, denk ik. Dat heb ik geleerd in Nederland. Dan moet je met iedereen omgaan. Ja. Nederland is een goed land. Niks mis met Nederland. Misschien Nederlanders zijn zelf niet tevreden over Nederland. Maar ik ben tevreden over Nederland. Hè? Ik heb alles gekregen van Nederland. Want wat heb jij gedaan? Wat doe je voor werk? Of? Ik heb gewerkt... Eerst was ik een paar jaar huisvader. Ja. Mijn vrouw heeft eerst de baan gekregen. En daarna heb ik gewerkt bij de Gelderlander. Vanaf 2009 heb ik gewerkt nog in Apeldoorn en toen ben ik boventallig verklaard. Oh. Dat komt doordat steeds meer mensen lezen geen krant. Ja. Nou, wij zijn klaar. Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo op. Dus, kan hij proberen. Ja, gaan we proberen. En ik geloof wel dat ze lekker zijn. Ja, ik geloof jou ook wel. Wil je zelf het gerecht maken? Op de Facebookpagina van Kleurrijk Groen kun je het hele recept en de kookinstructies teruglezen. We vinden het leuk om te horen wat je ervaringen zijn. Deel het met ons op de Facebookpagina. Tot de volgende keer.